Ik zit er doorheen. Ik vrees dus dat Marije dit er niet uit gaat knippen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zo slecht voelde ik me. Hallo, tof dat je kijkt. De aankomende 2 weken ga ik het keto-dieet proberen. Hierbij eet je heel weinig koolhydraten en wel veel eiwitten en vetten. Met de bedoeling om je lichaam in ketose te krijgen. Normaal verbrandt je lichaam namelijk meestal eerst koolhydraten als bron van energie. Maar na een dag of 3-4 geen koolhydraten zou je lichaam moeten overstappen op vetverbranding. Als je dat volhoudt, zouden de genoemde voordelen zijn: gewichtsverlies, verbeterde concentratie, minder hongergevoel, minder hunkeren naar eten, betere stemming, minder angst. Sounds good! Het leek mijn lieve collega's Jet en Lisa leuk om mee te doen. Dus je krijgt gewoon 3 ervaringen voor de prijs van 1. Ik ben heel benieuwd. Bye pizza, bye pasta, bye brood, bye snoep en chocola. Oh ja, nog vergeten. Blijkbaar is dit zo'n grote switch voor je lichaam dat je er zelfs een ketogriep van kan krijgen. Dat is blijkbaar dus echt een ding. En dat is echt vergelijkbaar met de griep. En dat moet nogal heftig zijn. Joehoe! Er zijn echt zo 3 meisjes op zo'n hekje. Die alleen maar aan hun haar zitten. Ja. Omdat ze zichzelf kunnen zien. Ik vrees dus dat Marije dit er niet uit gaat knippen. Hi! Welkom bij het keto-dieet. Hi. Dank je voor het interview. Totaal eigen initiatief. Nee, maar ik wil wel even zeggen dat ik doe mee met deze challenge. Echt vooral ook om gewoon eens leuk mee te doen met Marije. Ik doe echt nooit aan diëten. Ik vind het ook best wel lastig omdat ik heel erg moet nadenken of wel iets mag of niet. En daarom vind ik het eigenlijk echt ook heel erg stom al. Maar het is echt iets om te kijken inderdaad wat er met je gebeurt, hoe je je voelt. En het is echt voor 2 weken en ik zou het ook niet meer langer doen of zo. Het is, want ik ben hier helemaal niet van of zo. Maar ik ook echt niet. Even in het kort, hoe eten jullie normaal? Ik eet carbs. Ik denk de hele dag aan tosti's en pizza's en pasta's. Maar ik begin het ook echt al te missen. Oh. Geef om dit. Nou, best wel vegetarisch eigenlijk. Heel veel groenten, alles vers, heel gevarieerd. Maar ik laat niets liggen, maar ik overeet ook niet. Het is gewoon best wel normaal, denk ik. Oké, spannend. Okay. We komen terug. Doei. Doei. Ik heb er zin in, jongens. Wie eet er nou ook zo'n feestmaal op de maandagochtend? Het is 1 uur en ik ben nog niet omgevallen van de honger. Wonder boven wonder. Toch ga ik maar lunchen. Dit is het geworden. Wortel, noten, avocado, tomaatjes en kikkererwten. Wat ben jij aan het eten? Is dit keto-proof? Nou, volgens mij is het keto-proof. Het is een courgette salade. Allemaal groenten erdoorheen. Croutons mag dat ook? Nee, dat zijn te veel koolhydraten zeker. Ja, nee. Croutons, daar ga je de mist in. Jammer deze. Lekker. En mocht je denken dat ik nu geen chocola ga eten tijdens dit experiment, dan heb je het mis. Dus, heftig? Yes! Ja, je zegt wel yes, maar dit is voor Nicole is het. En voor Max is het. Maar het is niet... Het is niet voor Marije. Wat is het? Zo'n goede vriendin ben ik dus. Dit is de mac and cheese zoals mijn moeder hem altijd maakte. Er zit een enorme klompen ham erin. Biologische ham. En dus dit is nostalgie en ik had beloofd dit te maken voor Nicole vandaag. Mm-hmm. Niet vergeten, of wel vergeten dat ik dus koolhydraatarm eet. Dus nu kan ik zelf... moet je het alleen maar aankijken. Ja. Terwijl jij zelf weer een of ander healthy vegan prakkie aan het prakkie. Ook leuk. Ja. Nou jongens, eet smakelijk. Ja, wij wel. Leuk. Nou, dat was dag 1. Om te checken of je lichaam al in ketostase komt en ketone aanmaakt, heb ik speciale strips gekocht waar je overheen moet plassen om dat te kunnen checken. Je begrijpt natuurlijk, hilariteit alom. Oké. Jet heeft de plastest gedaan. Lichtroze. Ben je nog nergens? Nee, je wil waarschijnlijk... Ik wil dit. Wil je daar naartoe, ja. Nee joh, zachte roze. Ja, nee, dit is jammer, Lisa. Waarom doe mij niet mee? Ja. Marije, wil jij een beetje pasta? Nou, lekker. Oké, dit is dus een olie die ons gaat helpen extra snel in ketose te komen. Oeh, dit is heel warm. Lekker? Oh, dit is warm. Yum.
dat is heel gek. Heel raar, hè? Ik ben een partijtje misselijk, maar echt. Ik denk dat het door die lepel olie komt, maar echt. Ik hoef de aankomende 14 jaar niks meer te eten, denk ik. Gadverdamme. Max, ik denk dat de keto-griep begonnen is. Dus ik loop nu met een ziek wijf. Nou zeg. Ik ben eigenlijk weer een slachtoffer hier. Je bent toch altijd slachtoffer? Als we dat maar onthouden, mensen. Als we dat maar onthouden. Van de keer TV. Hey, niet sexy. Oké, en kut. Heel kut. Jongens, ik heb echt een night from hell gehad. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zo slecht voelde ik me. Zo misselijk. En ondertussen had mijn lichaam echt de hele tijd dat ik in bed lag zoiets van... Hallo? 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 Hoor je mij wel? Ik heb koolhydraten nodig. Ik voel me niet goed. Althans, het leek alsof je dat zo zei. Ik weet niet of ik nou gewoon ziek aan het worden ben of dat het wel gewoon iets met keto te maken heeft. Maar beide is in ieder geval niet leuk. Ik herhaal, niet leuk. Jij eet eigenlijk best keto, Kat. Hé, hey, met je vlees en je eiwitten en je vetten. Lisa heeft een quiche gemaakt. Wat zit erin? Eieren, geitenkaas, normale kaas, spinazie, broccoli, doperwtjes. Wat was het? Uitje. Lekker, kies, lekker. Kies, ondertussen kies, is iemand heel hard brood te eten. Even een update. Ik voel me echt zo slecht. Ik heb helemaal geen honger. Ik ben trillerig. Al mijn spieren doen pijn. Ik ben mijn stem een beetje kwijt. Ik vind het heftig. Precies tijdens de derde en de vierde dag zou normaal gesproken die keto-griep gebeuren. Dat is nu wel precies het geval, maar toch, ik weet niet. Het lijkt me heftig als dit alleen maar van anders eten zou komen. Over en sluiten. Ondertussen is Lisa naar Lowlands en ik geloof niet dat het helemaal goed gaat. Oké, ik ben 3 uur binnen bij Lowlands. Oké, one down, two to go. Hallo allemaal, Onderkind TV hier. Marije is ziek, zoals jullie weten. En dus ben ik nu in charge of the cooking. En ik ben aan het keto cooking. En ik snap er geen moer van, maar ik doe mijn best. Wat we aan het doen zijn is hier in deze ravage. Hier, ik ben aan het koken van een recept. Cauliflower mac and cheese. Zo gaan we de oven in. Alle kaas op aarde is hier. Oh, Jesus. That's a lot of cheese. Oeh. Alright. Oh, cauliflower mac and cheese voor je. Yes. You're the best. Ik vind jou zo lief. Dit is dan wel keto, maar dit is niet gezond hoor. Dit is kaas met kaas erop en kaas ertussen. Ja. Het is dag 6. Ik voel me super slap. Ik heb zelfs 's middags geslapen. Nou, dat doe ik echt nooit. Maar ik ben nu wel gado-gado aan het maken met tempeh saté. Woep woep. Of zo. Tada. Tada. Ik heb Nutella gemaakt. Het ziet er niet uit, I know. Maar is het lekker? Je hebt? Nee. Hoe durf je te zeggen dat je Nutella hebt gemaakt? Nou, dat was het recept voor Nutella. Je bent de tuin ingegaan, je hebt een schep gepakt en dat ga je me nu voeren en dat wordt lachen. Nee, het is keto Nutella. Hou je mond. Proef het. Keto Nutella. Ik kan me ook echt voorstellen dat planten hier prima op groeien. Gadver. Looks good, of niet dan? Als lunch heb ik het mezelf vandaag nogal makkelijk gemaakt. Namelijk plakjes kaas en lepels pindakaas. Dus vanavond maar even iets echts koken. Shakshuka. 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 Zo heet dat toch? Ja. Ik zit er doorheen. Ik heb er geen zin meer in. Ik heb geen inspiratie meer voor eten. Ik wil gewoon pasta en pizza en brood. En... ik heb ook geen zin meer om boodschappen te doen. Ik heb geen zin meer om te eten. Gezellig! Ja, hallo, jij gaat nu pizza eten, dus hou je mond. Iedere keer dat jij de camera aanzet, ben ik net met mijn chique pizza doos. Wat moeten mensen wel niet denken? Deze dus, ja. Het ultieme pizzabord. Ik kan gewoon iets over anders. Ik ga nu maar restjes van gisteren opeten, want ik moet toch iets eten? Hashtag zucht. Kijk je sip. Ik wil gewoon niet meer ei en kaas. Oké, kinderen in de derde wereldland zouden daar wat op doen. Dat weet ik. Vanochtend een stukje hard gelopen, ging voor geen
meter. Maar dat is wel interessant, want uit betrouwbare bronnen weet ik dat Daphne Schippers ook het keto-dieet volgt al veel langere tijd. En hallo, zij is de snelste vrouw op aarde. Ja, er zal toch iets aan het dieet zijn wat het wel goed maakt. Zij doet het waarschijnlijk wel al heel erg lang, dus misschien dat je lichaam dan toch beter eraan wendt ofzo. Wij zijn aan het thuiswerken, maar daar hoort natuurlijk ook pauze bij. Dus we zitten op het terrasje en ik heb een eitje besteld en er komt een broodje bij. Dus het broodje gaat weg, het eitje eet ik op. Ik heb zo'n trek in het broodje. Nou, dat ei heeft me dus helemaal niet zo lekker gesmaakt. Terwijl het niet aan het ei lag, maar het lag aan mij, want het ei was wel lekker. Ik heb hernieuwde energie gevonden, want ik ben erachter gekomen dat mijn favoriete vleesvervanger, deze dus, ook vet weinig koolhydraten heeft. Dus ik ga nu een curry maken met bloemkoolrijst. Yes! Jam! We zijn eten met Masha en Gregor! Hoi! Jullie zijn fantastisch. Gregor heeft gewonnen, denk ik. Ja. En jij hebt, omdat je in een van de moeilijke dieet zit, erwtensoep. Ja. Lekker! In een pizza calzone. Nee, ik hoef geen gewone. Ik wil ook een gewone. Ik wil godverdomme pizza! Hoe gaat die verder ook weer? Met parmesan! Dat dus. Oké, we zijn 2 weken verder. In 3 woorden, wat vonden jullie van het keto-dieet? Heel erg erg. Lekker. Moeilijk, omslachtig. Wat vond je het moeilijkste? Nou, om eerlijk te zijn ben ik na een week gestopt. Want ik na 3 dagen. Nee. Nee, maar dat is echt zo. Ik heb echt diep respect voor Marije die al deze challenges moet doen. Want echt mijn humeur valt en staat met eten. En ik moest dus opeens hele rare dingen eten die ik helemaal niet lekker vind. Of in ieder geval niet per se in mijn gewoontes zitten. Bijhouden vond ik ook vervelend. Ik merkte hoe vervelend het is om op dieet te zijn. Ja. En dus dat was ook wel weer heel goed, vond ik. Van het werkt gewoon echt niet. Het werkt gewoon niet, dieeten. Want je gaat alleen maar hunkeren naar andere dingen. Ja. En ik moet je zeggen, omdat ik dus heel erg op voeding ging letten, ging ik heel veel nadenken aan alles wat ik niet meer mocht. Ja. En alle brood dat voor mijn neus werd gegeten, dat werd echt een ding. Terwijl normaal gesproken dat helemaal geen ding is. En ik denk niet dat ik er slanker van ben geworden. Dankjewel. Doei. Doei. We zijn bijna aan het einde van het experiment. En ik weet eigenlijk nou niet of ik in ketostase ben gekomen. Ik heb ook niet heel veel voordelen gemerkt. Dus ik heb gevraagd of ik Sarai Pannenkoek eventjes mocht bellen om me te helpen. Sarai, ben jij voor of tegen het keto-dieet en waarom? Ik ben niet per se voor of tegen. Mm-hmm. Het ligt er eigenlijk aan wat voor doel iemand heeft. Dus bijvoorbeeld bij een topsporter die een krachtige en explosieve sport doet, zou ik het niet zo snel adviseren, omdat die eigenlijk de koolhydraten nodig heeft om te kunnen presteren. Mm-hmm. Maar voor wie kan een keto-dieet dan wel interessant zijn? Nou, het is echt aangetoond dat het voor kinderen met een bepaalde vorm van epilepsie, dat het daarbij echt helpt om de aanvallen te verminderen of zelfs te voorkomen. Dus wow. Daarbij is een ketogeen dieet echt super goed. Ja, ik heb dus het idee dat het bij mij nog niet echt is gelukt na ongeveer 12 dagen. Waar denk jij dat het aan zou kunnen liggen? Na het zien van je voeding had je relatief gezien nog best wel veel koolhydraten en eiwitten. Als je totaal in ketose wil raken, dan zal je vetinname nog veel hoger moeten zijn, dus richting de 90%. En dat je dan wow. Echt 10% hebt voor zowel koolhydraten als eiwitten. Wow, dat is nog wel heel erg heftig inderdaad. Onwijs bedankt. Doeg! Oké, dus ik ben niet afgevallen. Dat was ook niet mijn doel, maar ik weet dat jullie daar benieuwd naar zijn. Aan het begin misschien een klein beetje, maar dat komt, kort uitleg, omdat als je geen koolhydraten eet, je ook vaak wat vocht verliest. Ik vond het super lastig zoveel eieren en kaas te eten. En sowieso is het natuurlijk gewoon super stom om bepaalde producten helemaal te moeten uitsluiten. Zoals bijvoorbeeld fruit in dit geval. Dus don't try this at home. En eet gewoon lekker gevarieerd en vers. Als je nu nog vragen hebt die ik niet heb behandeld, reageer dan vooral in de comments. Tadaa! Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.